Goedenavond, mijn naam is Jurgen Rijg van Volumbara TV en vandaag zijn we bij de theatershow genaamd Vrede. Dit is in de Schouwburg Almere en het is de première. We gaan eventjes een kijkje nemen hoe het eraan toe gaat. Hebben jullie genoten van de voorstelling Vrede? Ja, we vonden het hartstikke leuk. Ja, heel veel herkenbaarheid, hè? Surinaamse vader, weet je wel, dus dan zie je zoveel dingen terugkomen. Dat is heel gezellig. Ja. Ik vond het met name erg leuk omdat Jurgen zoveel van zichzelf liet zien. Dat het echt wel best wel een intieme show was. Geen geheimen en hij deelde echt veel van zijn leven met het publiek. Ik heb ontzettend genoten van de show. Voor welk gedeelte het meest? Nou, de eerste kwartier. Eerste kwartier vond ik heel tof. Waarom? Omdat het ging over bevalling en het ging over hoe dat allemaal in zijn werk gaat en wat de vrouw moet doorstaan en dat de man aan de beademing moet. Weet je, het zijn dingen die dichterbij komen voor mij, laat ik het maar zo zeggen. Oké, ja. Hebben we een nieuwe scoop? Nou, niet echt een scoop, maar laat ik zeggen, het komt dichtbij. Het komt heel dichtbij. Ik sta met de mensen van de muziek. Hoe genieten jullie van de show? Op de eerste rij. Hetzelfde geldt voor jou? Tuurlijk, we zitten op de eerste rij, weet je. Je proeft de sfeer en dat voelen we gewoon, weet je. En dat stralen we ook uit, dat heb je gezien. Wat ik heel leuk vind is, weet je, er gaat heel veel over ook de Surinaamse cultuur en gewoontes uit Suriname. Maar het wordt altijd uitgelegd, dus het is voor een niet-Surinaam zoals ik, is dat heel leuk om te horen. En toch is het allemaal zo universeel, weet je. Al die ervaringen en hoe je opgroeit en dat hele verhaal over angst. En het heeft natuurlijk ook te maken met deze tijd waar we nu in leven. En dat we toch voor een heel groot gedeelte door angst geregeerd worden. Ik bedoel, het is allemaal universeel en het is allemaal heel erg herkenbaar. Jurgen en ik werken al vanaf de jaren 80 samen. Daar had je Can't Touch This, daar schreven wij No Fast Me. En ja, vanaf hij in Nederland zijn professionele carrière is komen doen. Dus Rijman is laat, Comedy Factory. One-man shows vanaf Mikondere True was ik er nog niet bij, maar die daarna in Holland staat mijn huis. Vanaf dan werken we samen. En op wat voor manier kijk jij dan naar de shows? Ja, ik kijk naar hoe Jurgen verschrikkelijk groeit en hoe hij. Ik kijk dan regelmatig en zie ik scripts al. Dus ik ken al dingen en toch verrast hij me waardoor ik moet lachen of waardoor ik geraakt word. Zo. Je ziet dat hij elke keer steeds meer pakt, dat die show steeds strakker wordt. En vandaag heeft het me heel goed geraakt. Hoe geniet je van de show tijdens deze première? Ja, dubbel eigenlijk, want vanavond viel alles echt op zijn plaats, weet je. Dus je bent heel lang aan het zoeken tijdens de try-outs. En vandaag viel het echt op zijn plaats. De timing was goed, de snelheid was goed, de overgangen gingen goed. Ja, dan ben je tevreden. Dat is, je bent tenminste tevreden. Je mag nooit helemaal tevreden zijn, heeft mijn vader me geleerd. Maar ik ben behoorlijk content. En hoe bereid je er dan voor? Gisteren hebben we hier de voorpremière gehad. En dan weet je al van oké, dit werkt, dan heb je die try-outs gehad. En vandaag heb ik me echt voorbereid door gewoon, ik ben met mijn hond gaan lopen, ik ben gewoon thuis gaan chillen. Geen tekst in je hoofd, gewoon rustig. En hier komen en je ding doen, dat is . En als het publiek dat zo reageert, dan heb je een goede avond gehad. Okay. En nou, de show heet dus Vrede, ja, dat betekent dus bang. Ja. Waar ben je nou echt bang voor? Waar ik echt bang voor ben, dat zei ik in de show ook eens. Het feit dat ik mijn meisjes moet laten gaan op een gegeven moment, dat je als vader je dochters de wijde wereld in moet sturen. Dat is eigenlijk de basisangst die je hebt. En als kind was ik voor hele andere dingen bang, voor het donker en dat soort dingen. Maar ik ben bang voor de wereld waarin we terecht zijn gekomen nu. In die zin niet bang. Ik maak me zorgen over het feit dat het zo aan het verharden is, aan het verhufteren is. Dat mensen tegenwoordig racisme heel normaal vinden. Dat zijn de dingen waar ik me zorgen om maak. Okay. En daarnaast, ja, dit is dus de première. Waar kunnen mensen nog meer zien? Ja, ik speel door het hele land. Ik ben vanaf volgende week zit ik echt overal in heel Nederland. En je kan gewoon naar mijn website gaan, www.tante.es. En dan kan je mijn speellijst zien en ik hoop dat mensen echt komen kijken. Want ik vind het leuk om mijn angsten te delen met mensen. Ja, ik wil je bedanken voor dit interview. Nee, ik vind het gek dat jullie gekomen zijn. En ik zou zeggen van keep up the good work. Thanks. Goeie Jurgen, dat is een goeie Jurgen. Twee Jurgen. Jurgen Rijman en Jurgen Rijman. Ik heb echt genoten van deze avond. Jullie hebben allemaal goede reacties gehoord van alle mensen die hier zijn langs geweest. En ik kan jullie alleen maar aansporen om ook te komen. Wees niet bang om te komen naar Vrede. Dat is dubbelzinnig. Jurgen Rijman van Libara TV. Ciao.
vond je de voorstelling van Jurgen? Fantastisch. Ja? Ik vond het fantastisch. Wat hij allemaal zei over die Curaçao, nou, want jij bent Judy Curaçao. Nou, het is toneel. Op toneel mag je alles zeggen. En ik vond de tekst heel goed. En ik vond het ook heel goed geregisseerd. En zijn boodschap kwam over. Dat is belangrijk.